hele belangrijke, centraal gelegen in de zuidvleugel van de Randstad, een groen gebied met natuurlijk heel veel duurzame kwaliteiten, water, groen, hoge verblijfskwaliteit. Ja, die moet natuurlijk zodanig ingericht zijn dat het tegen die tijd zeker helemaal duurzaam is. En ik denk dat nu vinden we dat nog een bijzonder woord en tegen die tijd vindt iedereen dat zonder meer een vanzelfsprekendheid. Wij zullen in de toekomst steeds meer zien dat we moeten mengen. We kunnen niet alleen maar dicht bebouwen, we moeten ook die ruimte hebben. En die Floriade gaat dat volgens mij laten zien. Je wil kijken van wat er is in 2022. Nog steeds op dat moment natuurlijk heel erg toekomstgericht. Duurzaamheid, we zullen moeten. Nog meer inwoners op dat moment. 2022, 8 miljard mensen op deze aarde. En hoe kun je dan iets geven wat men weer door kan geven aan de jeugd? Net al laten zien van de komende 10 jaar is het een proces wat steeds doorgaat. De tuinen zijn nu al zo innovatief dat het natuurlijk met bijna geen gas meer nodig is. Gesloten kastsysteem zit erin. Wij zijn CO2 gebruiker. En de verwachting is dat de komende jaren met de ontwikkeling van alle kassen, dat zometeen de tuinen alleen maar de CO2 nog meer kunnen gaan gebruiken. Dus in plaats van het imago gasverslinders en CO2 uitstoters, zijn ze alle twee gas nul. En het CO2 gebruik, dat gaat gewoon, dat wordt geconsumeerd door de planten.